Hubert Bruls wil nog eens 6 jaar burgemeester van Nijmegen blijven. Als hiermee wordt ingestemd, wordt hij de langzittende burgemeester van de Waalstad. Maar we beginnen vandaag met verdrietig nieuws. Volgens de Vierdaagse Feesten zal geen Roze Woensdag meer hetzelfde zijn. En volgens velen verliest Nijmegen een hardwerkende creatieveling. Afgelopen woensdag is Sander Ederveen overleden, vooral bekend als oprichter van Stichting Roze Woensdag. Hij was slechts 44 jaar. Vrienden en bekenden herinneren Sander vooral als een ondernemer met een gigantisch sociaal netwerk. Betrokken bij tal van evenementen in en rond de stad. Iemand die zich met hart en ziel inzette voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Hij hield van een feestje in de kroeg en was tegelijkertijd zeer serieus in zijn werk. Wat we heel erg doen is het project met senioren, regenboogsenioren, zeg maar. De bibliotheek, openbare bibliotheek, organiseert weer een jeugdprogramma. Ja. We hebben een Pride Walk om die zichtbaarheid te laten zien. En we betrekken ook andere groepen die wel wat aandacht kunnen gebruiken. En dat bijvoorbeeld vluchtelingen die gevlucht zijn om hun LHBTI-heid, laat ik het maar noemen. En mensen van Café Dapper, dat is een COC-werkgroep ook, die mensen met een verstandelijke beperking. Ja. En zo maken we eigenlijk Roze Woensdag tot een feest voor iedereen. Ja. De uitvaart van Sander Ederveen vindt dinsdag in besloten kring plaats. Donderdag was het de Internationale Dag van de Vrede. In heel Nederland vonden activiteiten plaats waarmee wordt gewerkt aan het begrip vrede. Zo ook bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Hier werd donderdagmiddag een zogenaamde vredescel onthuld. Het plaatsen van een vredescel is na de Tweede Wereldoorlog uitgeroepen tot een internationale beweging. Met de eenvoudige boodschap: mogen er vrede over de wereld heersen. Ja, we staan hier in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Wat is er zojuist gebeurd hier? Ja, er is een vredeszuil onthuld. Het is vandaag de Internationale Dag van de Vrede. Het is eigenlijk een heel mooi moment. Er staan over de hele wereld zo'n 250.000 zuilen. Allerlei prachtige plekken om die boodschap uit te dragen. We hadden er al eentje sinds 2002, stond er 20 jaar, was een vervanging toe. En de lokale gemeenschap van Bergendal heeft ervoor gezorgd dat we dit cadeautje kregen. Zojuist is de vredeszuil, de Peace Pole, onthuld op het terrein van het Vrijheidsmuseum met een boodschap op die zuil. En dat is: mogen vrede heersen op aarde, of in het Engels, may peace prevail on earth. Er staan er momenteel meer dan 250.000 zuilen over de hele wereld. En dat is toch wel heel groot als je bedenkt dat dat door één meneer een idee kreeg. En dat dat dan inderdaad over de hele wereld verspreid raakt, deze vredesboodschap. Ja, nu beseffen we eigenlijk nog veel meer. Ik heb er net ook even aan gerefereerd buiten. Dat het niet meer het simpele vredesbegrip is van de duif en er is geen wapengekletter. Dat we heel goed snappen dat het woord vrede veel breder is. Als er mensenrechten onderdrukt worden, is er geen vrede. Dan kan er wel geen wapengekletter zijn, maar dan is het toch niet goed. Aan de nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen wordt momenteel druk gebouwd aan NDW 21. Dit wordt een nieuwe stadsbuurt in de wijk Winkelsteeg. Het wordt een plek om te wonen, ondernemen en te ontmoeten. NDW 21 is hiermee een onderdeel van het nieuwe stationsomgeving Goffert. Een nieuw te bouwen bruisend hart in het zuiden van de stad. Nou, het idee om deze woning hier te plaatsen komt oorspronkelijk van de coöperaties, de woningcoöperaties uit Nijmegen. Die lopen natuurlijk tegenaan dat ze zien dat er een enorm tekort is aan betaalbare woningen, aan huurwoningen. En toen hebben ze eigenlijk bedacht, ja, wij kunnen dit ook met modulair bouwen eigenlijk makkelijker voor elkaar krijgen. En toen hebben ze de samenwerking gezocht met de gemeente Nijmegen. En toen heeft de gemeente Nijmegen samen met de coöperaties deze plek ter beschikking gesteld. En hier worden de komende maanden die woningen geplaatst. Het belangrijkste doel van NDW 21 is natuurlijk het huisvesten van mensen op korte termijn en betaalbaar. Maar natuurlijk tegelijkertijd ook een heel prettige manier van wonen.
grote voordeel van deze woningen is dat ze heel makkelijk verplaatst kunnen worden. Ze kunnen opgetild worden en als ze na 15 of 20 jaar weg moeten, omdat we hier andere plannen hebben, kunnen ze eigenlijk oppakken en op een andere plek neerzetten. Dat is eigenlijk de flexkant van deze woningen. De mensen die echt dringend op een woning zitten te wachten, dat zijn vooral de mensen die starten op de woningmarkt, de jonge mensen. En we hebben ook gezien dat er ook vooral heel veel belangstelling is voor mensen die zeg maar rond de 30 jaar oud zijn. En varieert van 1-2 persoons huishoudens en soms ook met kinderen, maar vooral jonge mensen die net aan de wooncarrière beginnen. We zijn op deze locatie ook heel erg aan het zoeken om er een aantrekkelijke locatie voor te maken voor ondernemers, voor cultuurmensen. Dus er komt hier ook een ontmoetingsruimte. En dat betekent dat de bewoners hier naar die ontmoetingsruimte toe kunnen gaan. Maar er wordt ook nagedacht om hier nog een aantal plekken te maken waar ondernemers of cultuurmensen eigenlijk rondom ateliers kleur geven aan deze plek. Burgemeester Hubert Bruls heeft laten weten nog eens 6 jaar burgemeester van Nijmegen te willen blijven. Momenteel is hij dit al ruim 11 jaar. Burgemeesters worden doorgaans voor een termijn van 6 jaar aangesteld. Wat betekent dat zijn tweede termijn bijna afloopt. Als het college en de minister instemt met het aanblijven van Bruls, zal hij hiermee tevens de langzittende burgemeester van Nijmegen zijn. Nou, ik ga niet vertellen hoe of wat. Kijk, het enige wat nu op de agenda staat is woensdag in de Raad de procedure voor de herbenoeming. Het is duidelijk, zo'n procedure start je alleen maar als je ook iemand hebt die dat zou willen gaan doen. Dat ben ik natuurlijk. Maar verder kan ik niks zeggen. Die procedure is vertrouwelijk en deels ook geheim. Dus dat vind ik niet netjes. Nou, wie dan ook om daar nu iets over te zeggen. Mocht de burgemeester worden weer, dan bent u de langzittende burgemeester van Nijmegen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het sowieso wel een eer al die jaren burgemeester moet zijn. En wat het ook mogen worden, hoe lang, hoe kort, het is altijd een eer en een genoeg om hier burgemeester te zijn. En vandaag als vandaag hebben we staan hier bij Bastion wat geopend wordt, maar ook op allerlei andere gelegenheden in de stad. We gaan het zien hoe het loopt met de procedure. Algemeen directeur van de provincie Gelderland, Mirjam Nienhuis, legt per direct haar taken neer. In een verklaring van de provincie staat dat de geluiden van de afgelopen dagen over sociale onveiligheid haar zwaar vallen. Nienhuis had al aangekondigd te vertrekken, maar doet het nu dus per direct. Ze maakte dat bekend bij een ingelaste personeelsbijeenkomst. Eerder deze donderdag legde commissaris van de Koning John Berends ook al zijn taken neer, nadat hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ja, het is een proces van tientallen jaren geweest, maar inmiddels heeft de Nijmeegse studenten roeivereniging FOCAS eindelijk een nieuw onderkomen. En dat is niet het eerste en het beste plekje. De vereniging is momenteel gevestigd in een nieuw pand onder de Waalbrug, gelegen aan de Spiegelwaal. Samen met andere verenigingen openden zij vrijdagmiddag hun nieuwe watersportcentrum, het Bastion. 3, 2, 1. Vrijdagmiddag werd door burgemeester Bruls het watersportcentrum geopend. In het watersportcentrum worden meerdere verenigingen gehuisvest. 3 studentenverenigingen, FOCAS, roeien, loefbijter, zeilen en Aeolus, sommigen zeggen Aeolus, ik zeg altijd Aeolus, surfen. En de burgerverenigingen, tenminste de Nijmeegse Reddingsbrigade en de Batavier en dat is Kamer. 12 jaar geleden zijn ze begonnen met de plannen voor dit watersportcentrum. Nou, we begonnen met de plannen toen het water er nog niet was. Maar we wisten wel dat hier dus ontwikkelingen waren. En toen hadden we zoiets van, nou, dit lijkt het enige geschikte water in Nijmegen om op een andere plaats te gaan roeien. En toen bleek dat andere sportverenigingen ook al gauw geïnteresseerd waren, watersportverenigingen. En toen hebben we dus 12 jaar geleden die Stichting Watersport Nijmegen opgericht om ervoor te zorgen dat die belangen gebundeld werden en dat niet iedereen op eigen houtje naar de gemeente zou gaan, want dan waren we bang dat er niks uit voort zou komen. Ik denk dat we nu blij moeten zijn dat dit staat. Ongetwijfeld gaan er veranderingen komen, maar die Stichting Watersport Nijmegen was opgericht om dit te realiseren. Die gaat zichzelf opheffen. En 2 jaar geleden hebben we de Beheerstichting Watersportcentrum Nijmegen opgericht. Dat is dus een andere club die gaat ervoor zorgen dat dit allemaal goed gaat lopen. Van 22 tot en met 30 september worden ter ere van de opening verschillende activiteiten georganiseerd.
Elke vereniging heeft wel zijn eigen activiteiten. Van Focus weet ik het toevallig wel, omdat dat nog een groot festijn wordt. Die heb ik meen volgende week zondag een opening voor eigen leden en alumni. En daar verwachten ze wel een 500 mensen. Dus dat is nog wat groter dan dit. Inmiddels is de herfst officieel begonnen en dat gaan we vooral vanavond en morgen merken. Na een droge dag krijgen we vanavond met een flink aantal buien te maken die vanuit het zuiden over het land trekken. Morgen is er een mix van zon en bewolking en trekken er vooral in de middag nog wat buien over. En daarbij wordt het toch wel aan de frisse kant zo'n 17 graden. Zondag belooft het vervolgens droog te blijven en is de zon ook vaak aanwezig. Temperatuur loopt ook weer iets op naar zo'n 20 graden. In de nieuwe week wordt het zelfs nog iets beter met waarschijnlijk zelfs nog zo'n 25 graden op dinsdag. Tot zover het RN7 regio nieuws van vrijdag 22 september. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van morgen tegen FC Utrecht. Het bioscoopprogramma Nu in de Bios is deze week eenmalig op de zaterdagavond te zien. Het laatste nieuws vind je natuurlijk bij ons op de website rn7.nl en wij zijn er maandag weer. Voor nu een heel fijn weekend.